Kijk, als je alle grote mensen uit de kleinkunstwereld een hommage toedicht, dan hoort daar absoluut Gerard Cox bij. Die heeft geschiedenis geschreven, die heeft de meest fantastische dingen gedaan voor de Nederlandse kleinkunst. En hij is nog steeds de beste Nederlandse vertolker die we hebben. Nou ja, welkom allemaal op deze ode aan Gerard Cox. Gerard, goede naam. Mag ik Gerard zeggen? Oké, ik heb liefst dat je mij meneer Groenendijk noemt namelijk. Een broekje in de branding, oh jee, daar drijft het weg. En ergens in het water staat een hulpeloze vrouw. Ja, zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar ga ik toch wel eventjes voor staan. Hij vindt het echt heel bijzonder dat hij dit vanavond krijgt aangeboden. Dat vindt hij echt ontroerend bijzonder. Nou, Gerard Cox, een geweldige man is dat. Beste Gerard. Ja, ik heb natuurlijk waanzinnig veel van hem geleerd. Überhaupt hoe het theater in elkaar zit, hoe dat gaat. Ik had alleen maar op school gezeten natuurlijk. Dus u bent meneer Cox? Toch niet de meneer Cox van na 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 of zo? Ja hoor, helemaal. Oh, dus ik vergis me niet? Nee hoor. Wat een eer, meneer Cox, dat u zich heeft opgegeven voor ons spelletje Geen Ja, Geen Nee. Ach ja, ik heb al zoveel stomme dingen gedaan in mijn leven. Ik vind vooral zijn tekstbehandeling voortreffelijk. Hij kan prachtig schrijven en hij kan wonderschoon interpreteren. Een broekje in de branding, wie vindt het op zijn weg? Zo'n troefkaart schud je nooit meer uit je mouw. Waar de harde wind om het huis, maar binnen stond een kolk in het raam. En de stoep waarop gekeken was het belangrijkste stukje van de straat. Ja, ik heb alleen mazzel gehad dat, hoe heet die andere burgemeester? Abu Talib? Peper niet kon, ja. Want waarom was dat mazzel? Nou, daar ben ik voor ingevallen. Dus dat was mijn geluk. Want anders mocht ik niet eens meedoen. Nou, dat denk ik niet dan. En dan die verbazing in de weken hieraan voorafgaande, zeker ook in Rotjeknor, van wat dat nou in Amsterdam? Ik zeg, ja, maar dat doen ze ook wel eens wat goed. Ja, die moet in Rotterdam zijn. Ja. Misschien, ja, ik hoop dat dat nog gaat gebeuren een keer. Nou, je hebt de burgemeester bij je. Wat er nog niet is, kan komen. We moeten het snel doen, want Willem wil meezingen. Alleen als Peper nog geblesseerd is, zegt hij. Ja, dan maar. En ik vermoed dat de burgemeester van Rotterdam de smaak te pakken heeft, zag ik. Dus dan denk ik dat er een kans in zit. Ja. Ik keek er wel een beetje tegenop. Maar ik dacht vanmiddag, ach, laat ik er nou maar van genieten. En dat was gauw gebeurd, want het begon allemaal. En dan zie je allemaal vrienden van je op het toneel staan. Toen was geluk heel gewoon. Gerard Cox is voor mij een zeer interessante Rotterdammer die wat mij betreft een icoon is. Op wiens schouders nog vele mogen staan de komende jaren. Nou. Nou jullie weer. En dan ik weer. Bedankt hè.